Komt ie. Dames en heren, jongens en meisjes, we zijn aangekomen bij een verlaten gebouw. Het is een jeugdtelefijnrichting. Het is een reclassering. Of een advocatenbureau of een opvangcentrum voor kinderen. Ja, nee, ik heb geen idee wat het is. We gaan kijken wat het is. Blijf kijken. Blijf kijken. Ik zie hier Caritas Kinder und Jugendheim. Wat dat betekent, laat weten in de comments. Doe even een likey. Doe even een reactie achterlaten. We gaan kijken wat hier te vinden valt. Het ziet er wel heel groot uit. Het ziet er eigenlijk nog best wel heel niks uit. Maar ik denk dat dit helemaal niet verlaten is, joh. Nee, ik denk dat dat het is. Het is toch hetzelfde gebouwtje? Ja. Nee, kijk, dit is helemaal kapot. Het ruikt ook lekker hier. Oh, het ruikt hier ook lekker. Waarschijnlijk. Ja. Oh, mag je wel ruiken naar die paffie. Oh, dit gaat ook van de auto. Kijk, dit is niet verlaten, hoor. Wat? Hier wonen gewoon nog dit kinderen. Dit is wel verlaten, man. Er zijn ook allemaal fietsen, man. Nee, er wonen hier gewoon allemaal inbrekers. Hoe heet het nou? Hoe heet die mensen die nou... Ramkrakers. 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 Hé, hey, ondanks dat het een video is en misschien wonen die mensen, we gaan toch even kijken. Dames en heren, jongens en meisjes, we zijn bij een verlaten psychiater of zo. Kijk, ze hebben zelfs een heel voetbalveld. Een verlaten voetbalveld. Ziet er leuk uit. Kijk, hier de basketbalveld. Ja, ik denk dat hier gewoon mensen slapen of zo. Nee joh, hier toch niet? Nou. Het is helemaal vergroeid, man. Er staan wel allemaal fietsen, waarschijnlijk slapen er boven gewoon schrijvers. Ja, sorry. Ja, je kan. Oh, daar loopt iemand zo. Een handelaar. Een handelaar. Voor de Urbeck Bird. En ja, er zijn niet allemaal buitenlanders van schrijvers. Wij zijn hier de buitenlanders. We zijn in het buitenland, als buitenlanders. En daar zitten, boven zitten allemaal... Krekkies. Allemaal krekkies. Die gingen in het roepen, in het Duits, begrijp ik ineens. Helemaal niks van. En verder, achter ons liep ook iemand, die liep te bleren. Een of andere vrouw met een rare hond. En daar staat ook gewoon nog een auto, dus dat is wel een beetje raar. En de gordijnen hangen op. Die deur staat ook gewoon open. En we zouden ook even kunnen kijken of dit nog een beetje is. Ik denk dat dit gewoon nog in gebruik is, dit stuk. De deur staat wijd open. Ja. Allemaal bloemen. Maar we gaan even verhaal halen. Ja, dat doe je niet. Dat is wel mooi, man. Goede tak. Ja, het is echt ontop. Kijk, hier wonen ook al die krekkies. Kijk, allemaal bikers. Ja, daar zitten ze gewoon met allen. Of ook gewoon te chillen. Ja, we worden nog ingehaald ook, hè? Ja, met de hond. Jongens en meisjes. We zijn bij een verlaten... Wat was het ook alweer? Een inrichting. Een bompik. We zijn bij een verlaten inrichting voor jongeren die zich niet onder bedwang konden houden. In alle andere gebouwen daar, het zijn er echt superveel van dit soort instellinggebouwen. Maar in die andere zit allemaal boven allemaal zwervers, die zaten allemaal te roepen, weet ik veel wat allemaal. We gaan hier even naar binnen toe om even te kijken of hier nog wat is. Misschien komen we hier ook nog wat iemand tegen. Een dooie. Het zit daar heen. Misschien vinden we wel een dooie. Ik hoor vier, man. Ik hoor de vier, man. Ik niet, hè? Hij zegt dat hij iemand hoorde. Er is ook goed fik geweest hier, of niet? Nou, pak eens je strijders. Het is wel helemaal gesloten. Lijkt wel een slaapkamer. Ga erin dan, kom even kijken. Wat is er? Pikke donker. Hè? Pikke donker, je ziet van hele moeder. Moet je even het licht aan doen.
Zullen we stroom maar zetten? Stroom, jongens. Het is heel mooi. We hebben allemaal mijn kasten. We hebben de keuken hier. Het is niet echt veel meer, hè? Nee. Het is meer dan een stuk. Man. Zullen we naar de volgende gaan dan? Ja, fuck that. Oké, dit was niks meer. We gaan naar een andere locatie. Dames en heren, jongens en meisjes, we gaan naar het volgende gebouw toe. Hier is helaas niks te vinden. We gaan ook nog naar school toe. We gaan naar de tunnel toe. We gaan naar de bunker toe. We gaan van alles toe. Aankomende video's worden ook allemaal in Duitsland opgenomen. Heel veel kijkplezier. Dames en heren, jongens en meisjes, we zijn in België. We zijn bij een hele grote verlaten bunker aangekomen. We gaan kijken wat er in de bunker ligt. Misschien liggen er nog wapens of weet ik voor wat voor gekkigheid. Ik hoop dat jullie er zin in hebben, wij wel. Dit is... Dames en heren, jongens en meisjes, we zijn aangekomen in Duitsland en we gaan naar een verlaten bunker toe. Deze verlaten bunker schijnt nog vol te liggen met allemaal spullen en het schijnt heel groot te zijn. We gaan kijken of dat daadwerkelijk zo is. Wij hebben er heel veel zin in, hopelijk jullie ook. Like even, abonneer even, laat even een gekke reactie achter wat jullie altijd doen. En, dames en heren, jongens en meisjes, we zijn ingebroken in het bunkergebied van Duitsland. Hier staan allemaal bunkers. Het zijn er echt superveel van de oorlog, Tweede Wereldoorlog. We gaan kijken of er binnen nog dingen liggen. Het is wel verteld dat er nog dingen zijn. Daarom zijn we hier. Dus we gaan kijken. Hoor je klik? Moet je niet klakken horen, dan ben je dood. Ah joh. Klik is dat. Ook goed opletten of er geen trap zijn. Ja, daar zit een deur. Maar die zal wel dicht wezen, of niet? Ja. Het zal allemaal wel dicht zijn. Hoe gaan we naar die grote? Ik zie daar de grote. Wil je door het bos? Huh? Ik val niet in booby traps. Je hebt helemaal zo'n deur houden die je open kon trekken. Ja. Je kan niet echt verder, of wel? Nee, ik loop niet. Dames en heren, jongens en meisjes, we zijn nu in een van de bunkers. Dit is een hele kleine, er zijn wel stuk of 100 van dit soort kleine kamertjes waar het uiteindelijk voor was. Daar heb ik geen idee van. Je ziet wel door die echo, dit is echt beton. Kijk die deuren ook wel een keer. Dit zijn echt massieve deuren, dit zijn echt zware bunkers. Echo. Hebben we een beetje bunt? Ja, dit is een bunker onder. Ja? Achter is het wel. Dit is ook leuk. Maar waar zit een ondergrond? Dat weet ik veel, ik weet het echt niet. Oh, het is wel een hele grote. Ja, dit is echt een mega basis. Ja? Link ook nog. Hoe zou je daar erin kunnen dan? Het ligt hier allemaal in dan. Kijk gek, gewoon een caravan. The fuck ouwe. Mooie ster. Wauw, dat is dik. Hey, die vlieghelikopter zit er wel boven hier, hoor. Nou en? Dames en heren, jongens en meisjes, we zijn bij het huisje waar je onder de grond kan en door al die tunnels heen kan. Helaas zijn alle tunnels ingestort. En kunnen we niet meer naar binnen toe. De deur is ook op slot gedaan, maar er was wel een gang daar waar we naar binnen konden. Maar die was afgesloten, dus helaas. Fijne video. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom weer. Het was heel leuk om deze video te maken. Like even, abonneer even hier beneden. Laat een reactie achter. Urbex Birds,
Subscribe even, like even, niet zeiken, maar kijken. En ja, tot de volgende week, hè.